Mijn naam is Jan van Strong Viking. Tijdens de World Tradition hebben jullie kennis kunnen maken met de IJsman. Maar liefst 5000 vikingen zijn onder het ijs gedoken. Met de World Tradition gaan wij een stap verder. Dankzij onze partner Snow Planet kunnen we de Arctic Area in. Sneeuw en een temperatuur van min 5 moeten jullie overwinnen. Als we over sneeuw en ijs hebben, hebben we natuurlijk over onze partner Wim Hof, de IJsman. Hallo, ik ben Wim Hof, de IJsman, zoals jullie me kennen. Nou oké, nu gaan jullie zelf IJsmannen worden en IJsvrouwen, ik bedoel hier in de kou. Maar daar staan een aantal stappen voor. En de eerste, dat is ontspannen hier naartoe komen, voordat je hier naar binnen gaat. Ontspannen, zodat zuurstof het lichaam in kan. Zodra je de 30 seconden tijdsvlak ingaat om te ontspannen, adem dan wat dieper. Zo. Ontspan zodat er zuurstof in je lichaam kan komen. Dat veroorzaakt een bepaald positief gevoel van zuurstof. CO2 eruit, zuurstof naar binnen. Dat heb je ook nodig in de kou. Want de temperatuurschok zal 10, 15, 20, 25 graden zijn. Wie weet hoeveel. In ieder geval een chockerende ervaring voor het lichaam. Maar omdat je zuurstof hebt, verzuur je niet. En die zuurstof blijft daar met je hoofd, met je focus bij. Want dat is je power, dat is je gereedschap daar in die kou. Daarmee ga je parcouren. En dan zal je ervaren, als je met je focus gewoon bij je ademhaling blijft. Gewoon bij jezelf. Dat je het ware vikinggevoel, het oergevoel. Zoals ze dat vroeger beleefden en ook gewoon konden, de hele oceaans over. Ik bedoel, dat kan jij ook bereiken. Goed ademen, parcours in en uiteindelijk tijgeren. Dan zul je bij de onderarmen natuurlijk de haarvaten, de vasculaire conditie beproeven. En dat zal prikkelend voelen, pijnlijk, misschien een heel klein beetje, maar dat trekt weer zo weg. Ik wens jullie een geweldig avontuur in deze viking-ontdekkingstocht. Oerkracht zoals de Germanen, vikingen, dat we vroeger deden. Zijn we weer. Go for it. Ja!